We gaan nu de Café Lungo maken. Die gaat dus in dit kopje. Er gaat 1 shot koffie in en heet water tot aan het oortje gevuld. Daan de onderste. En vlak boven dit onderste oortje vul ik hem met water. Filterdrager eruit. Even doorspoelen dat hij lekker schoon is. Afkloppen. Goed je filterbakje schoonmaken. Tot er echt geen koffierestjes meer in zitten. Want dan kan je garanderen dat het een hele nare smaak in je koffie. Gebruik altijd een beetje die bolling van je vinger. Dus probeer echt te strijken. Mijn kopje hoef ik natuurlijk niet leeg te spoelen, want hier gaat gewoon de espresso op. Wat wel zo is, is dat de espresso uit 2 uitloopjes komt en ik heb er maar eentje nodig. Dus die ander, die vang ik op in een klein bakje. En je ziet dat de espresso dwars door het water heen gaat, maar wel al meteen heel mooi vermengt. En langzaamaan komt er een crema laagje op. Je ziet dat het al een veel lichter crema laagje is als bij de espresso. En dan zit met zo'n mooie, hele lichte beige crema kleur. Is je Café Lungo. Ook heel lekker. Vooral als Americano. Heerlijk.